Ik ben bassist in het Utrecht Stedelijk Orkest. Ik ben ook verbonden aan het Muzieklyceum in Hilversum als gitaarleraar voor klassiek gitaarspel. Thuis speel ik ook gitaar, maar de gitaar is niet het instrument waarom het gaat. Ik heb een contrabas gekozen omdat ik zo graag een orkest speel, dus in orkestverband. En omdat de contrabas niet de bevrediging geeft om alleen te spelen, heb ik de gitaar erbij. Ik ben in 1953 in Nederland gekomen en ik heb op het Conservatorium in Amsterdam voor contrabassist gestudeerd. Na de voltooiing van de studie van contrabas werd gitaar als hoofdvakinstrument ingevoerd aan het conservatorium en was ik een van de eerste die zich in liet schrijven voor gitaaropleiding. En een paar jaar terug heb ik solistenexamen gedaan voor gitaar. Dick Visser was mijn leraar. De gitaar neemt ten opzichte van andere instrumenten bij het publiek een zeer ongunstige positie in. Wat een pianist in een korte tijd kan bereiken op het instrument, hetzelfde stuk als je dat bewerkt voor gitaar, neemt het een geroutineerde gitarist tijdenlang om dat op een behoorlijke manier te vertolken. Dat is heel jammer, want het publiek heeft geen notie van de moeilijkheden van dit instrument en zijn beperkingen. Het flamenco-gitaarspel is voor een niet-Spaanse gitarist niet onmogelijk te leren, maar
het als eerste vereiste moet degene die zich dat eigen wil maken, zeker in het land begeven. Dus onder die mensen zelf. Want er zijn van die kleine karakteristieke trekjes die, als je zo'n stuk wil spelen, van blad instudeert, dat je dat altijd zal missen. Maar dat wil niet zeggen dat men Spaanse muziek over het algemeen niet op het instrument kan spelen. Daarvoor heb je werken van Albéniz, Granados en nog vele anderen die zich wel lenen om op dit instrument vertolkt te worden. En nu denk ik aan Malats. Er is een groot overeenkomst tussen de moderne jazz, zoals de modern jazz quartet, dat speel, en de barokmuziek. En het is frappant de voorliefde dat de meeste jazzspelers hebben voor barokmuziek, voor Bach, Handel en Scarlatti. Straks krijg je een stuk te horen van Scarlatti, waarvan ik de bewerking recht toe, recht aan speel, met de steun van slagwerk, contrabas en fluit. Het stuk blijft intact, maar het jazz-effect zoals men dat hoort bij modern jazz quartet, hoort men hier ook. Dus het kan heel goed samengaan.
dankzij Wes Montgomery, Charlie Bird en nog een paar anderen, Django Reinhardt als eerste eigenlijk, die hebben de klassieke gitaar, dus de Spaanse gitaar, heel veel populariteit verschaft. Omdat deze vooral klassieke speelwijze toepassen, dus met de vingers. Het is wel zo dat om de echte karakteristieke tint dus van de jazz te krijgen, men beslist een elektrische gitaar moet hebben. Want qua volume legt de klassieke gitaar het af tegen een jazzgitaar. En ook bepaalde effecten, de draagkracht van de tonen en de plectrumtechniek is heel wat anders dan als je met je vingers speelt. Ik heb totaal geen bezwaar of ik kijk helemaal niet neer op mensen die bijvoorbeeld met een paar akkoordjes tevreden zijn op het instrument. Want ik ben zelf ook zo begonnen. Mij is te doen dat men zich bezighoudt met een instrument. Het gaat om de muziek. Toen ik met gitaar begonnen was, kende ik alleen maar 3 akkoordjes. En dan ging ik tijdenlang een hele dag door alleen maar deze 3 akkoorden te spelen achter elkaar. En ik vond er een bevrediging in. Dus ik gun het een ander ook. Dat ik op een bepaalde hoogte ben gekomen, wil niet zeggen dat datgene wat achter mijn rug ligt waardeloos is.
tegen de publieke opinie in moet ik hier zeggen dat de bossa nova eigenlijk uitgevonden is door Luis Bonfa en de zanger Gilberto João. En deze João is bekend geworden weer door dat liedje de Desafinado. Dat is een bossa nova. Desafinado betekent ontstemd. Dit slaat op de zuiverheid van een instrument of een zangstem. Você dizer que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho vida igual a ser. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar ao meu comportamento de antemúsica, eu mesmo mentindo posso argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito popular. Do que você não sabe, nem sequer me sente, eu dos desafinado também tem coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pudou encontrar, viu? Você com sua música que é seu principal. E que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. E que no peito dos desafinados também bate coração. Desafinado no fundo do peito bate calado, e que no peito dos desafinados também bate coração. In Zuid-Amerika is het een gewoonte om te musiceren en niet op een bepaald instrument, maar op voorwerpen die zomaar voor het grijpen liggen. Men heeft behoefte om mee te doen als er gezongen wordt of er gedanst moet worden. Dan pakt men een pannetje of een bord of we gaan kloppen op tafel of wat er bij de hand is. En het gaat niet om de perfectie. Iedereen probeert wat in zijn bereik is, een instrument wat in zijn bereik is, te spelen. Dus de muziek heeft
werkelijk een functie. Het is functioneel. Het is niet zoals hier dat men denkt, wat zal mijn buurman van zeggen? Of ik mag niet zo uitbundig zijn. Daar stoort men zich niet aan. Men uit zich omdat men behoefte heeft om zich te uiten. Que un sabor de sol, o los datos.